stel mijn vinger. Hey, ik heb hem! Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben weer heerlijk bij... Vergeet ook zijn naam. Huntu Homes. Anyway, het staat in de bio. Wakker geworden. Ik ga Quinn ophalen. It's dive day. Gonna make it a good day. Want ik heb zoveel zin om te scuba diven. De laatste keer was in maart toen ik hier ook was. En ik heb mijn paddy. En Quinn heeft nog niet zijn paddy. En paddy is wanneer je dus je duikbrevet hebt. Quinn heeft hem gewoon nog niet. Hoe kan dat nou? Hij doet altijd gewoon freedive. En hij gaat altijd met Michael zeg maar mee. En dan pakt hij Michael zijn... lucht. En dan gaat hij gewoon freediven. Maar nu is het wel wat anders. Want nu ga je dus ook wat dieper. Maar oké. Okay. Let's go get him. Because otherwise we're late. Hey. Ben ik weer met jou. We gaan eventjes duiken. En hij staat al klaar. Dus we gaan nu daar snel heen. Ik weet niet of het gaat lukken met de GoPro. Want de GoPro komt maar max tot 10 meter. En wij gaan natuurlijk dieper duiken. Oh mijn god. Kijk alle keer. Hier word ik zo blij van, hè. Julian gaat ons veilig meenemen vandaag. Ik heb er helemaal zin in. Wow. Is dat hier? Ja. Toevallig is dit wel hier, ja. Oh mijn god. Nou, dit vind ik niet normaal. Holy, oké, okay, ik heb hier zoveel zin in. You ready, Quinny boy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oké, okay, let's go. We gaan het verder filmen met de GoPro. Dus... Zien jullie. Zien jullie in de water. Ik heb nog nooit zo'n grote gezien. Hij was zo niet normaal. Kunnen we even normaal doen? Die schildpad, ik heb nog nooit zo'n grote gezien. Hij was zo. Afdruk staat nog in mijn gezicht. Wat erg. Quinn, jouw eerste keer duiken. Wat vond je ervan? 10 out of 10. Ja, toch? Oh, wat hou ik van duiken zeg. En hij was ook chill dat hij gewoon die beelden maakte. En hij heeft dus op zijn GoPro zo'n rood... dingetje, want als je gaat duiken is rood de eerste kleur die weggaat eigenlijk. Dus alles lijkt een beetje grauwig en blauw. Maar met zo'n filter zie je dat dus wel wat beter. De beelden, ik hoop dat je ervan hebben genoten. We reden net voorbij een auto. Ja. Stond helemaal in de bosjes. Ja. Dan weet je wel wat er gebeurd is. En hoe weet je dat? Hoe weet ik wat? Omdat je het zelf ook doet zeker. Ik weet niet of je dat hebt. Dat klopt gewoon helemaal geen reet van! Even alle spullen meenemen en we zijn weer bij een prachtige huisie. Helemaal blij. En hier in huis is... Ja, ik ben nog steeds mijn broekjes aan het oprekken. I'm sorry. It looks so weird, maar dan zit hij niet zo strak. Anyway, het is hier één grote bende. Dus laat ik eventjes dit opruimen, douchen. En dan kan ik richting Sheda gaan. Je wordt er niet knapper op van het duiken. Ja, nu je het zegt. Ik loop er momenteel nog echt bij als een vogelverschrikker. En het slaat een beetje op mijn keel. Ik weet niet of het door het duiken komt of de airco. Maar oké. Okay. De vaat heb ik ook nog niet gedaan. Dat negeer ik even tot morgen. Want ik ga me nu klaarmaken. Want we gaan bij Nimya eten. Dus ik ga mezelf even... opkalivateren. Ik sprak laatst iemand die zei, wat is opkalivateren? Kennen jullie dit? Is dit iets Fries? Nee toch? Is het toch gewoon iets Nederlands? In de stijgers zetten. Klaarmaken. Even optutten. Ik word momenteel echt gewoon bijna agressief van mezelf. Oh, ik was een get ready with me aan het opnemen. Nou, ik zag er gewoon echt niet uit. Lijk ik zo Casper het fucking spookje? Ja, hier op deze camera ook. Nou, ik weet het niet, maar ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb mijn haar gefunkt. Zit nou natuurlijk alweer helemaal niet door die teringhitte hier. En ik heb deze jurk aan, maar dit wordt het denk ik niet, want ik kan beter een zak aantrekken. Kennen jullie dit gevoel? Ik haat dit zo. Oké, ik ga deze jurk proberen. En als dat hem niet wordt, dan weet ik het ook niet meer. Oké, gelukkig zat deze jurk gewoon goed. Dus we gaan het met deze doen. Oh, ik weet niet wat het is dat ik ineens zo'n switch heb in mijn mood. Maar I'm not there. Maar oké. Tasje pakken. Gaan. Het wordt een leuke avond.
gehad. Maar joh, ik ben echt 10 keer verkeerd gereden. Maar oké, okay, we survived. Ik weet ook niet waar ik heen moet. Ik voel me echt niet veilig nu in mijn eentje. Ik heb overal waar ik niet in mocht, heb ik ingereden. Mijn god. Maar oké, okay, we're here. En ik weet al waarom ik zo chagrijnig ben. Ik heb namelijk vannacht verschrikkelijk geslapen. Echt verschrikkelijk. Ik heb mega lijp gedroomd. En ik was ik denk dat ik de hele nacht wakker heb gelegen. Dus best logisch dat ik me niet helemaal chill voelde. Maar we gaan lekker bij Nimia eten. En daar heb ik heel veel zin in. Dit is wel een heel schattig huis. Is het een huis? Oh mijn god, het is een huis. Het is wel heel mooi, eerlijk. Prachtig. Dit ook. Oh, dit is een restaurant. Ook heel cute. Kijk. Here we are. Hoe leuk. Ze hebben allemaal muurschilderingen hier altijd. Oh mijn god, dit ziet er super cute uit. Dit is echt heel schattig. Daar zijn mijn 2 knappers. En we hebben de spare ribs. Dit zijn de beste hier. En oh mijn god, dit naambrood met... Er zit veel knoflook. Je wilt niemand op straat tegenkomen, want die valt flauw. Maar fucking lekker. Niet normaal. We hebben echt heerlijk gegeten. Die spare ribs waren niet normaal. Echt fucking lekker. Nu weer even onderweg naar huis. Ik ga nog even langs Michael en Shay. Want mijn klieren zetten erg op. En ik begin echt keelpijn te krijgen. En we hebben wel een medicijntje of zo. Of iets daarvoor. Want het is al laat. En niks is meer open. Dus dan kan ik dat even van hun nemen. En dan gaan we heerlijk slapen. Hoop ik. Ik hoop echt dat ik vannacht even goed slaap. Good morning. Ik voel me gelukkig wat beter dan gisteren. Ik weet niet wat ik had. Ik ben nog steeds wel erg gevoelig. Ik heb geen idee wat het is. Ik ben net ongesteld geweest. De maan is niet vol, dus geen idee. Maar vanochtend even een leuke meeting gehad. Dat gaat ook af en toe gewoon door. Vooral als je 3,5 week weg bent. Ja, dan moet je dat gewoon doen, hè. En het scheelt dat ik natuurlijk heel veel in het buitenland gewoon kan doen. Net zoals vloggen en dat soort dingen. En met Snapchat. Dus ja, ik heb een heerlijk zomersjurkje aan. Waar je echt alles doorheen ziet. Maar dat kan met een bikini, hè. Jesse, een collega en een vriend van mij, van Rumach. Die zit dus hier bij Zest. Die is dus hier ook. En ik ga even gezellig met hem lunchen. Met hem, zijn vrouwtje en zijn kind. Ach, dat kindje is zo'n leuk manneke. Niet normaal. Maar hun slapen ook bij Shanna, haar appartementen. Dus dat is echt helemaal gezellig. Ze zijn een soort van buren. Ook al zie ik ze echt bijna nooit in dat huisje. Want zij zijn heel vroeg op. En ik ben heel laat thuis. Oké. Okay. Het was erg gezellig, maar ik heb mijn sportkleding aangetrokken en ik ben mijn koffer zoals je ziet aan het inpakken. Niet omdat ik hoentu al ga, volgens mij hoentu, anyway, het betekent samen, maar het hier ga verlaten. Nee, ik ga 2 nachtjes logeren bij Contiki en daar heb ik heel veel zin in. Samen met Sheda, een beetje besties night out. Dus mijn koffertje ingepakt, ik heb echt alles er maar gewoon ingegooid, want het is daar ook heel mooi om even wat foto's te maken, dus dat gaan we ook doen. En het zit naast Blue Max. Dus we kunnen lekker gaan trainen. Ik ga Shay even ophalen. Nou laat ik dit hier even achter. En dan moet ik bijna officieel mijn koffer in gaan pakken als ik hier terugkom. Maar daar wil ik nog niet aan denken. We gaan nu eerst richting de gym. Contiki, here we are. Nou, Shay. Dan voel ik mij toch weer een luxe poes, hè. Dan ga je daar en dan zegt hij, kom maar zitten. Nou, als je hier geen luxe poes komt, dan weet ik het ook niet. Nee, dat is ook wel zo. Kijk hoe prachtig dit is. Wij zitten dus niet in dit. Nee, we zitten hardcore in deze. Dat zijn de diets. Dat is de luxury. Nou, ik weet niet wat ik meemaak, jongens. Ongelooflijk. En ik vind het zo leuk dat ik het dan met jullie kan delen. Want zo'n ervaring is toch echt... Ja, je bent snel eraan, hè. Maar hoho, is niet normaal. Ja, je wordt snel verpest. Is niet normaal. Jij hebt ook 1 keer gezeten hier, hè? Ja. En dat was een ervaring van je leven. Je hebt het er nog zo vaak over. Echt, mensen worden moe van mij. Maar dit is echt... Maar, ja, ik snap het. En kijk, hier, cabana. Je rolt inderdaad naar beneden. En hier heb je leuk eten en feestjes. En je hebt daar moed, waar we al 2 keer hebben gegeten. Hier heb je heerlijk de bedjes. Dus gaan we aan het strand liggen. Dus dat is, je hebt hier letterlijk alles. En als je uitgaat, kan je letterlijk rollend naar je verblijf. Want eigenlijk rijden wij alleen maar hierheen. Ja. Voor de sportschool en voor drankjes of eten. En dan zitten we straks gewoon hier. Hoe lijp dat je... Kan je via deze deuren? Ja, hè? Nee, dit zijn de beneden. Die zijn nog groter. Dan heb je een tuintje en een zwembad. Oh, Jesus Lord. Ja, maar nu hebben we een zwembad op het balkon. Nou, dat vind ik ongelooflijk. We gaan even sporten. Want ja, die billetjes moeten getraind worden. En het chillen is, wij hebben dan nu een abonnement bij Blue Max. Maar als je daar zit, dan kan je gewoon hier ook sporten. Je mag gewoon meesporten. Hoe top. Je krijgt gewoon een kaartje en dan kan je hier gymmen. Dat is wel echt de mooiste gym hier. Holy coconut.
We krijgen een holy kokosnoot. Dit is ons welkomstdrankje. Nou, dat vind ik fantastisch. En mag ik even een muziekje even om deze kamer te laten zien aan jullie? Nee, shit! Uit! Godsamme. Oké, here we go. Het ziet er niet uit, man. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de gave home tour, maar... Graag gedaan! Ja, vooral Shada was erbij, hè. Daar kwam ik voor. Holy knijter, dit is echt ongelooflijk. Contiki, thank you for inviting me. Niet normaal, echt mega blij. Ik voel me net een koningin. Oh mijn god, heb je dit gezien? Kijk, er staat zelfs op de tv. Welkom, Marijn Kuipers. Dit is toch echt gaaf? Maar dit zijn deel de dingen die je doet, hè. Dit zijn wel de dingen die je doet. En ze hebben hier een strandtas voor ons. Wat zit hierin? Oh, handdoekje nog extra. Nou, geweldig. Dit is toch echt top. Je kan hier gewoon op je eigen bedje liggen. En het is dus zo dat je ook daar bij Cabana VIP... Ja, VIP nog wel. Kan je ook zitten. Daar heb je gewoon het hele verblijf, heb je bedjes. Nou, dat is toch fantastisch. Ik ga heerlijk chillen. En eventjes bijkomen van wat mij nou weer al... Verkomt. Ik wil eigenlijk dood nu ik vanaf de zijkant zie hoe dit broekje eruit moet. Nee, maar wat zeg jij nou? Ik lijk echt op een ratje. Het is maar net al bij de poot. Ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Gelukkig hebben we de keuken nu, hè. Die ken ik ook nog altijd zo in mijn BH'tje stoppen. Kijk. Zo, en wat een kolen. Ja, je hebt hele grote bloemkolen. Iedereen heeft tegenwoordig grote jopen. We zijn even voor Instagram even een roomtour aan het filmen. Ja, ik pis in mijn broek. Ik zet hem hier achter even. Maar we zetten Shada overal zeg maar net akkoord neer. Alsof Marijn het niet doorheeft dat ze een roomtour filmt. En dat zij overal de biel net zit. Nou, het liefste blijven wij hier de hele fucking dag nog. Maar voordat de zon ondergaat, willen we nog even wat snacks halen. Dat is dat toch lekker, hè? Hey, poesje, wat heb jij een mooie staart. Hallo. Hallo. Jou. Meow, meow. Maar houd toch je bek. Hallo en welkom bij het nieuws. Vandaag is er een nieuw programma op tv gekomen. Het programma heet Feitjes met Wil en Tien. Laten we daar even naar overschakelen. Nou, wat zei jij? We zijn lekker even onderweg naar de supermarkt. Ja. Ja. En wat zei jij over die huisjes? Nou, die huisjes is hartstikke leuk. In Curaçao hebben al die huisjes helemaal mooie kleuren. Ja, het is heel kleurrijk. Ja, heel leuk. Ja, en ik zeg tegen Wil van, joh, weet je waarom ze allemaal kleur hebben? Nee. Weet je waarom het allemaal is? Dat heb ik me laten vertellen natuurlijk, want ik weet dat allemaal. Ik was er niet bij, maar ik heb het me laten vertellen dat komt dus doordat er vroeger hier een oogziekte heerste. Een oogziekte? Een oogziekte, ik weet ook niet precies. En ze dachten dus dat het probleem was dat mensen die oogziekte kregen, omdat ze verblind werden door de zon op die witte huizen. Zo, dus alles was wit vroeger. Dus toen zijn ze allemaal gaan schilderen, als een malle. Nee joh. Ja. Dat maar dat bleek het dus ook door de zon te komen. Ja, ik weet niet of het nou echt klopte, maar dat dachten zij niet. Maar ik heb ook wel last van mijn ogen als ik niet wit kijk. Ik zit hier naar een witte auto te kijken, dat mijn ogen branden al weer, hoor. Ja, en je hebt een zonnebril met sterkte nog wel. Ja, plus 35 zit erin. Oh jongens, ja sorry voor dit. Misschien hebben jullie hier helemaal geen zin in. Maar ja, Wil en Tien zijn er. Dus ja, je moet het er maar mee doen, hè. Ach, wat heerlijk. We zijn hier vreugdeheel. Gaan we even lekker boodschapjes doen. En in de supermarkten hebben ze dus ook altijd een soort van kruid. Nou, vaak. Niet altijd. En dat staat dan allemaal los. Ja, ja, ik heb daar wel zin in. Maar het is zo grappig, want moet je dit hier wel nu... Ja, hier reken je het wel af. Maar normaal krijg je dan zo'n doosje mee. En die moet je dan inleveren daar. En dan halen ze het slot van het doosje. En dan kan je dus je shampootjes en dat soort dingen meenemen. Maar wij gaan even iets voor snacks halen, hè? Nou, snacks zijn gelukt. We hebben heel veel mee en ook even om te proberen van die gekke snacks. En ondertussen begint het zonnetje al een beetje lager te gaan staan. Oh, sunset kijken hier zo. Dit is wel echt heel lekker hoor. Oh, oh, oh. Wat een leven. Ondertussen is de zon aan het ondergaan. En wij hebben heerlijk ons avondeten. Oh my god. Heel veel zin in. Rapapa.
Nou, mooi. Ik ga even wat snacks proeven, want we hebben zin in snacks. We hebben heel veel snacks die je allemaal hier kan krijgen. Maar oké, dit zijn soort van koekjes met limoen erin. Ik denk dat jij dit, als het lekker is, vind jij het sowieso fucking lekker. Als het lekker is, vind ik het lekker. Ja, zeg maar fucking lekker. Beetje smaakloze koekjes met een heel klein beetje zuur. Chemisch milieu smaak. Wow. Ja, het is prima. Maar... het is prima, maar niet de calorieën waard. Coco, dit heb ik in mijn vorige vlogs ook laten zien. Dit is zo lekker. Ja, dit kennen we al, maar als je hier bent moet je dit echt proeven. Nutter butter. Het ziet er super Amerikaans uit. Het zijn wafels met pindakaas. Ik vind het niet verkeerd. Nee, toch? Zo. Ruik naar pinda. Nou ja, dat had u echt niet verwacht. Ja, dit is wel lekker. Hij is niet te... hij smaakt echt naar zeg maar gewoon een pinda. Snap je? Niet een pindakaas. Ik vind het niet zo als een kandwee. Nee. Hij smaakt naar pure pinda. Als je een handje pure pinda eet. Zo, ja. Niet pindakaas. Nee, hij smaakt echt alsof er niet te veel bewerkt is. Hij lijkt dit. Maar je kan je wel echt misselijk aan eten. We hebben nu een beetje een zoutje. Een klein beetje een zoetje. Maar ik zag dit. Ja, dit lijkt me te goor. Kijk. Het is stuffed. En het moet dus een pinda... een pizza smaak hebben. Even erg hoor. Maar dit ziet er toch goor uit? Dit gaat. Verdomme. Is eeuw. Dit lijkt net hondenvoer. Dit lijken echt hondenkoekjes. Gatsie, watsie. Bij echt een pizza smaak. Een beetje die Italiaanse kruiden doen ze erop. Nou, echt goor droog. Ja, heel droog. Je kan ze ook aan je hond geven, maar ik knabbel ze wel. Prima. Prima. Ik weet niet, maar dit was een vrouwtje die stond daar bij de bakker. En die zei dat dit uit Curaçao kwam. Maar het is iets met macaron. Maar dat niet uit Parijs. Maar dat is geen macaron in Parijs, nee. We zien dat er al wel anders uit. Dit is een macaron taart. Geen cake, denk ik. Dit ruikt naar appel. Nee, rozijnen of zo. Appel? Wel een beetje, hè? Ja, het is cake. Dit vind ik wel lekker. Ruikt me oliebol. Het is gewoon een lekkere cake. Cake met rozijnen. Geweldig! Dit snap ik echt niet, waarom je gember chews zou. Ik was net in de apotheek, nee. Dus nadat we dit hadden gekocht, was ik in mijn eentje in de apotheek. Daar hadden ze deze echt in 6 smaken. Nou, als een apotheker verkoopt, dan is het echt. Dan weet je dat het echt niet te passen is. Dit had ik nou niet zien aankomen. Een soort gedroogd fruit. Het lijkt echt gedroogd fruit. Ja. Zou het gedroogde gember zijn? Nee, toch? Het ruikt niet heel sterk. Dat niet goed. Oh, het is chewy. Ik wou op het begin zeggen, het is best lekker. Nee, het brandt een beetje. Maar hij brandt een beetje, ja. Zeg maar gember, als je dan iets te veel drinkt, dan brandt dat ook. Dan doet het ook. Het is gewoon alsof je een stuk gember uit je gemberthee met wat honing aan het eten bent. Ja. Gadverdamme. Nee, dit is het niet. Maar dit is wel lekker. Ja. Zij kent dit niet, ik wel. Oh, ik wist niet dat het zo heet. Miki Koi Lecci. Lecci is melk, dat weet ik wel nog wel. Dat is fijn als je lactose intolerant bent. Met ook truffelpasta. Dus neem hier maar even een knauw van. Oh. Oh. Helemaal suikerstructuur. Wow. Ja, dit het smaakt een beetje naar fudge, maar... ja, een beetje fudge. Je bijt het maar en hij valt uit elkaar. Ken je borstplaat in Nederland? Denk, ik ken het zo qua naam niet, maar ik herken deze smaak heel erg. Voor mij lijkt het op borstplaat. Ik ben na 3 happen kotsmisselijk, ja. Maar het is geweldig. Ja, het is lekker. Dit is jouw favoriet? Ja. Ik vind misschien die pinda nog wel echt een van de lekkerste. Ja? En deze cake, wat een van de normaalste dingen. Nou, dat was hem jongens. Wij gaan lekker chillen in het zwembad. Good morning. I feel like a princess. On my balcony. Oh mijn god. Ik eerlijk zeg, ik heb niet heel lekker geslapen, maar ik slaap de laatste dagen een beetje onrustig. Ik weet niet wat het is. Maar kijk even wat wij hier hebben. Ons ontbijtje. Dit is dan wel weer heel gezellig, hè? Kijk die eitjes. Hoe cute. Zitten wij hoor, als koninginnen. Eventjes ook die bril op. Ik lijk wel brak. Ja, jij lijkt echt brak, maar jij bent ook niet lekker wakker geworden. Nee, ik lag echt... ik was om 9 uur wakker geworden en dan val je weer in zo'n diepe slaap. Ja, je viel echt in een diepe slaap. En toen werd er zo keihard op de deur geklopt voor het ontbijt natuurlijk. Ja, ik zou hem om 10 uur krijgen. Ja. Maar mama lag nog even in de tuk. Mama lag nog in de tuk en zij stormde die kamer binnen. Ik zie er nu wel echt uit als een alcoholist die brak is en gewoon weer doorgaat. Dit is een of andere ochtendsappie. Ik ja, weet jij hebt de sap of de day gekozen. Ja, het is een limoen iets. Ja? Heel lekker. Ja? Oh, dit is een beetje oude lemoentje. Ik kan dat... Oude ik kan dat gewoon niet uitspreken. Oude lemoentje. Ja, ik heb hier een week of 2 weken over gedaan. Anyway, gisteren hebben we lekker een film gekeken in bed. Het was zo'n chill avond. Holy
We hadden, ik heb dus ook een hond gevroopt aan snacks. Snacks. Ja, ik ook. We hebben gelegen en 2,5 uur naar een film gekeken. De laatste keer dat ik dat heb gedaan, echt een tijdje terug. Ja? Ja, normaal kijk ik series. Ja, klopt. Ik hou eigenlijk niet van films. Nee. Ik hou ervan om een weken te verliezen in een serie. Ja. Wij keken ook een uur lang deze film. Het ging over Saltburn, want we zagen overal deze film. Op TikTok, alles. Dus wij dachten, wat is er nou zo bijzonder aan deze film? Ja. Ik dacht dat het zeg maar sexy was en dat die hoofdrolspeler, dat je dat helemaal, dat je dat. Nee, hij was echt niet sexy. Nou, alles behalve. Nee. Maar we hebben na een uur, want hij duurt bijna 2 uur. Ja. Na een uur zeiden wij echt, nou, gaat er nog een keer wat gebeuren? Of, Ja, hij had alleen een ongesteld meisje vinger. Ja, ik dacht dat hij kon. Ja, dat was wel een beetje goor. Maar niet het raarste wat er is gebeurd. De laatste 10 minuten valt alles op zijn plek, zeg maar. Maar dan zit je al bijna twee uur te wachten tot het komt, zeg maar. Ja. En het is een mindfuck en een... Wat? Dan zit je er een paar keer... Weet je wat, je snapt het gewoon niet. Maar ik vind het niet een hele erge mindfuck. Ik heb wel films gezien dat het heftiger was. Dus ik snap niet de hype ervan. Maar wij hebben wel, denk ik, 3-4 keer, dan lagen we in bed. En staan we naast elkaar. What the fuck? What? Ja, maar meer van, wat de hel gebeurt er nu? Van raarheid meer. Niet van mindset, maar raarheid. Het leek wel alsof hij zijn emoties zeg maar allemaal niet kon plaatsen en dan maar seksueel ging oplossen. Ja, nou en ook heftiger dan seksueel. Maar dat blijkt allemaal achteraf. Ja. Wil en Tien gaan weer even onze goede voornemens voortzetten. Hè? Even lekker naar de gym. En het is toch grappig dat daar ons appartement is. En daar Blue Max. Echt letterlijk 2 minuten lopen. Wij zijn echt een soort van transformatie bij elkaar aan het maken. Ik word meer zoals jij bent. En jij wordt meer zoals ik ben. Waarom word jij meer zoals ik ben dan? Nou, mensen tot een bepaalde grens laten gaan. Oh. Mensen niet meer makkelijker toelaten. Mezelf niet zo laten kwetsen. Heel veel dingen inzien of bedenken. Hey, misschien zou diegene dit niet leuk vinden als ik dit zeg. Dat heb ik echt van jou geleerd. Want jij houdt heel erg rekening van, voordat je iets zegt of vertelt of doet, hou je heel erg rekening met, ja, maar die kan dat zo zien of dit zou zo over kunnen komen voor diegene. Ik praat meestal en ik denk niet. Ja, je bent iets meer flap uit. Ja, iets meer fladder. Ik ben heel doordacht. Juist. Hele enge meid. Hele enge meid. Terwijl jij bent door mij een kutwijf geworden en nee, ik ben door jou. Jij bent echt zo... Jij doet jezelf zo downgraden altijd. Maar oké, hier gaan we. Nou, na de gym hebben we ons even opgekalivaterd. We gaan even foto's maken. Dit is bij Shada altijd hele dikke oorbellen. Bij even een lekker zwart bikinietje. En dan gaan we straks omdraaien naar een, omkleden naar een ander bikinietje. En dan nog eentje. En dan nog eentje. En dan hopen we dat het erin zit, hè? En dan doen we alsof we hier een week geweest zijn. Juist. Dat is dus precies de bedoeling. En zo gaat dat dus. Zo gaat het dus in de influencerwereld. Wij zijn momenteel even TikTokjes aan het opnemen dat we elkaar stijl of elkaar gaan stijlen. Shay en ik kunnen af en toe een beetje een hele andere stijl hebben. Dus dat is erg grappig. Zij heeft mijn hippie pakje aangeprobeerd. Deze. Ja. Ik weet niet of iemand hem herkent nog van Surfkamp. Maar ik vind dat heerlijk. Dat zit lekker. Voel ik me helemaal mezelf. En ik krijg nu iets aan van Shay. Waar ik benieuwd naar ben. Deze oorbellen zou ik zelf al niet zo snel dragen. Maar oké. Dit is de look geworden wat Shay mij heeft aangetrokken. Zo haal je de kinderen niet op van school. Maar ik zie Shay dat later wel gewoon doen. Ja, en die... Ja, dan kan je niet anders dan zoiets aantrekken. Maar ja, de jurk is prachtig. Alleen die oorbellen en dat brilletje vind ik dan wel intens. We gaan nu snel omkleden, want we gaan schieten! Ja, dat wordt echt tering leuk. We zijn net aangekomen. Dit ziet er wel spannend uit. We zijn echt op een heel raar plekje. Ja, ik heb me laten vertellen door jullie dat het vast enig is. Ik denk dus dat dit ook fucking leuk is, maar we will see. Maar kijk, dit hier al liggen. Holy knijter. Michael heeft het al 1 keer eerder gedaan. Dan gaan we voor de 3 principles van schieten. Basic is je grip, nummer 1. Principle nummer 1, grip and stance. Je grip, je pols moet altijd recht zijn. Je assisting hand, wijsvinger onder de trigger guard. Deze is jouw trigger guard, wijsvinger eronder. Als je rechts bent, is je linker wijsvinger onder de trigger guard. Als je links bent, is je rechter wijsvinger onder de trigger guard. Dan is je grip hier, duimen in dezelfde richting als je wapen. Over elkaar, juist. Ja, kijk. Mooi, mooi. En dan je stance is een iets breder dan schouderbreedte. En dan neem je 1 stap naar voren met je rechter. Juist. En dan heb je je upper body in de richting van je target. Okay. Juist. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ben je bang?
Ready to do ja. it, hè? Ja, ja, ja. Ik zie nu heel eng. Jullie zijn Charlie's Angels al. Dan heb je de stance en de grip. En nu gaan we voor de tweede. Is je line of sight. Gaat rear side en front side gebruiken. Als je alleen maar de front side gebruikt, dan ga je heel hoog schieten. Als je alleen maar rear side gebruikt, dan ga je omlaag. Dus je moet er veel tussen zitten. Ja, dus je gaat door die gleuf kijken. Ah. En dan zie je de front side. Ja, die gleuf even ja, ik laat het door de gleuf. Kijk, ja, zo. Zo, ja. Goed door de gleuf. En dan okay. Goed door de gleuf kijken. En voor de derde principle, de trigger pull. Een constant pressure op de trigger. Okay. Als je het heel hard rukt, dan ga je die wapen naar beneden rukken. En dan gaat het misschien 1 centimeter naar beneden. Ja. En daar op je target is het 10 centimeter. Dus je gaat altijd lager dan je target schieten. Oké. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Je mag. Wow, Jezus Christus! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh. Dat was hard! Zo, dit zag ik even niet aankomen. Yo, wat hard! Ik verwacht zo pink. Oh, Jezus, wat hard! Oké. Zijn wij dan zo vrouwelijk dat wij dat dan niet door hadden? Ja! Wat zeg jij nou? Waar heb ik op geschoten dan? Nou, niet op je plaatje. Wow, Jezus! Ik heb het verkeerd. Oh ja, ik vind het eng. Hij gaat ook even meedoen. We gaan zo de punten. Ja, je hebt mij niet gezien, want mijn camera was overgevuld. Maar hij gaat ook meeschieten. Niemand gaat geloven dat ik zo heb geschoten, want ik heb de tand toe goed geschoten. Ze heeft gewoon een gebruikte plaatje gebruikt. Even de score bekijken. Ja, ben benieuwd. Ik ook. Sheda. Allemaal heel goed. Christus. Hey! Hey! Kijk! Nice. Ik heb ze allemaal erin. Hey! Gaat goed. Ja, dat gaat heel goed. Kijk deze. Bijna, ho, ho. Bijna Roos. Ho, ho. Oké, Michael. Ik was een beetje te hoog. Ja, is dan toch jammer, hè? Dus je hebt wel een voorkeur voor links. Zo recht. Zo, recht zo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Nee, ja, jij deed niet mee, toch? Jij doet voor spek en bonen. Ben je geweest? Wat vonden we ervan? Dit ging echt goed. Echt sorry, maar dat ding naar beneden trekken is heel zwaar. What the fuck? Nee! Oh, huh? Hey! Hey, je hebt echt. Je hebt ze allemaal geraakt. Ik heb maar 1 punt, 2 punten extra. Mop. Nou, jij hebt ook niet heel veel beter gedaan hoor. Nou, maak rust voor links, ja. Alles een beetje naar rechts. Ja, dan ben je er. Grappig, jij schiet helemaal niks aan de rechterkant. Hey, ja, je bent echt links. Alles is links. We gaan nu naar eentje die wat verder weg staat. Maar we hebben ook een ander wapen. Dus ik ben benieuwd. En Shay heeft gewoon de beste. Beste score van ons allemaal, ongekend. Dat is wel een drijfel. En deze, anders met de rit. We gaan door deze gaatje kijken. En moet je deze front side zien. Oké, en dat zet je in het midden van je target. Ready to fire. Come on, Shay. Zo, yo. Zo. Oh, het moet en door dat ringetje en door dat gaatje, hè? Door die gaatje? Ja. En dan zie je de front side. Yeah. Dat zet je center van je target. Oh, Jesus, oké. Dit is wel echt zwaar. Nou, nu trill ik ook hoor, want dit is zwaar. Maar ik vind deze wel leuker. Gaan we weer even kijken wat de score is. Deze was wel echt veel zwaarder. Hij was heel zwaar om vast te houden. En ik begon ook te trillen, zeg maar. Maar ik ben erg benieuwd hoe dit, of ik überhaupt iets heb geraakt. Het zou heel goed kunnen dat ik niks heb geraakt. Zo! Wauw! Dat heb je wel goed gedaan. Heb ik iets geraakt? Ja. Zo, nou. Niet even geconcentreerd als daar, maar... Ik mocht minder vaak dan jullie, zoals je ziet. Ja, ja. Gaan we wat bellen? Kom ik in mijn kamer. Jij was hier. Je hebt op die geschoten. Je hebt op die geschoten. Ik vind het toch knap dat ik de roos van die heb geraakt. Nee, die had je al. Die had je al van die andere. Die is een volgorde. Je hebt totaal verkeerd geschoten. Maar je hebt wel punten. Je hebt wel een paar punten. In de min. Ik heb ze alle 5 er gewoon op. Nou, dat vind ik verbazingwekkend knap. Ja, eentje zit ernaast. De 4. Ja, dat is wel op dat ding. Als we in de competitie gaan kijken. Ja, wees maar trots. Wees maar trots. Ja. Hoe doe ik dit überhaupt? Michael is erg trots. Helemaal blij. Shadow was er ook bij, ook al geloof je het niet. En ik ben middenmoot. Maar oké, korte pauze. Oh my god. Oh!
Thank you, sir. Is dit je lepel? Ja, lepel. Wat goed. Wil je proberen? Ja. Het zijn jonge coconut, is lekker. Wow, het is heel gek. Het heeft geen hele heftige kokossmaak namelijk. Je slurpt het echt. Maar bijna wortel of zo? Ja. Dit is leuk hoor. Deze doet tak tak. Weer anders. Wat doet die? Deze doet tak tak. Oh. We gaan kokosnoten schieten. Oké. Okay. Oh, dat is zo leuk. En dan, als je schiet en pomp. Oh, moet dat ook zo snel? Ja, snel. Oh. Want als je zacht doet, dan gaat het vastzitten. Oh, dus shit. Pang, tak, tak. Tak. Pang, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Pang, tak, tak. Sneller. Maar, pang, tak, tak. Ja. Allemaal kleine balletjes erin. Dit is de kogel. Die explodeert. Ah, dat was hetgeen. En dan komt het eruit. Oh, komt er vuur? Oh ja, Shay, let's go. Tak. Wai. Te hoog. En. Wai, yo. Zo! Hey, ik heb hem! Toch of niet? Tak, tak, kom, kom. Ik heb er gewoon één geschoten. Hoppa! Zo! Hey, je hebt hem gewoon! Holy knijter! Oh! Holy Michael! Zo! Doe eens je nog. Trots wijfie. Nu het echte werk. Kokosnoot wordt in de lucht gegooid en Michael gaat erop schieten. Ja, dit? Zo. Nou, dit, als dit lukt. Zo, zo, zo. Ah, oh, ja, dat is wel heel moeilijk. Kom op, Michael. Ik wist ook niet dat kleiduif schieten dan dat je op zulke dingen schoot. Ben ik nou heel dom? Ik had geen idee hoe het eruit zag. Oké. Okay. Nou, Michael, let's go. Let's go! Oh! Ja hoor! Zo, dat is knap. Oeh, we zijn net thuis. Koffertje al gepakt. Nee, ik ga een TikTok maken. En deze TikTok gaat over trust the man or live underwater. Nou, ik heb mijn koffers al gepakt. I'm going. Jongens, ik schaam me dood. Maar deze dame is echt niet helemaal barkie. Ze gaat letterlijk nu water inlopen. Met de koffer, met alles, voor een fucking TikTok. Oh god, ze gaat het echt doen. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar... Alsjeblieft toch. Waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Ik heb de spullen. Hier even staan te drogen. En je hoort de party daar bij Cabana. Oké, we hebben even... Nou, ik heb niet echt heel erg opgeruimd, maar een beetje dingen wat meer gesorteerd. Gedoucht en wel. Dan gaan we zo Indian eten en daar heb ik zo veel zin in. Quinn komt vanavond ook weer even. En dat is wel heel gezellig, daar heb ik ook zin in. Dus helemaal gezellig weer even ons groepje. Hoe leuk is dat? Had ik echt nooit verwacht. Toen ik hier voor het eerst kwam, dat we serieus zo'n friendsgroep zouden hebben. Curaçao vond wel echt iets waar ik elk jaar heen zou kunnen. En elk jaar gewoon lekker mijn ding kan doen en werken en chillen. It was good. Het schieten was ook leuk. Ging echt goed. Ik heb één video dat ik gewoon twee keer achter elkaar een kokosnoot. Bam, bam. Nice, I like it. Wij hebben heerlijk gegeten en nu ben ik nog heel even... Ja, iedereen is weg aan het chillen in mijn kamer. Hoe chill is dit? Niet normaal, toch? En ik heb van dit... Deze man zit gewoon 8 uren lang zo op zijn knieën voor deze YouTube-video om 8 uren lang dit te doen. Dat is niet normaal, maar het klinkt echt fantastisch. Voordat je gaat slapen, dus ik ga er nog even van genieten. En ik heb vandaag zoveel gevlogd en gefilmd voor jullie dat ik al een hele lange vlog heb, denk ik. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik sluit hem hier af. Tot de volgende nog laatste Cura-vlog. En tot de volgende. Bedankt. Vergeet niet te abonneren. Ik ben een beetje moe. Tot volgende week. We hebben ook een TikTok.